garantie zou Zelensky nou kunnen krijgen van het Westen om een eventuele vredesafspraak ook af te dwingen? Maar dan wordt het dus een bijzonder langdurige oorlog. En dat is een gevaar. Het wordt een protracted war, denk ik. Een conflict wat zich maar door blijft. Hoe zeg je dat? Daar gaan wij door. Etter is het goede woord. En wat betekent dat? Dat toch het gevaar erin zit dat de aandacht van het Westen op enig moment gaat verslappen. Ja. We vinden het al een beetje normaal. Verschrikkelijk natuurlijk dat ik dat zo moet zeggen. Er gaan scheurtjes, slag is het eigenlijk. Ja. Ook een goeie. En er gaan scheurtjes ontstaan in de coalitie die we nu zien. Ja. Sommige mensen zeggen, ja, nou laat ik dan maar toch dat gas in roebels betalen. Anderen zeggen, nee, dat kan niet. Van der Leyen zegt dat kan niet, dat mogen we niet doen. Ja. De kou gaat straks na de zomer weer komen. Dan willen we toch de kachel weer een beetje hoger zetten. Kortom, als dit heel lang gaat duren, is dat niet in het voordeel van Oekraïne. Het is sowieso niet in het voordeel van Oekraïne. Maar het zal de uitkomst van het conflict niet meteen in dat voordeel voor Oekraïne. En het heeft dus ook risico's voor ons. Omdat hij dat toch heel erg duidelijk heeft gemaakt. Dat hij zal reageren. Als je maar één bepaalde grens overgaat in zijn ogen. Maar dat geldt ook voor Poetin. Dat weet hij ook, dat hij niets moet doen om de NAVO boos te maken, ik zeg maar even op mijn manier. Ja. En daar heeft hij tot nu toe ook altijd vandaan gebleven. Hij heeft nooit de confrontatie met de NAVO opgezocht, want dan weet hij gewoon dat hij dat verliest.